Morgen is het zover. Nederland tegen Oostenrijk, Pool C. Wat hebben we een schitterende start meegemaakt. Je hebt de vlag uitgehangen, Roy. Want je bent er helemaal klaar voor. Ik ben er helemaal klaar voor. De oranje koers is helemaal terug aan het land door de 3-2 overwinning tegen Oekraïne. En ja. Nu pakken we Oostenrijk. Nu pakken we Oostenrijk. En hoe we dat Oostenrijk moeten pakken, dat kunnen we zo meteen vragen aan een oud profvoetballer hier uit deze regio. Want wie is de gast? De gast is Frans Nijs en Frans weet alles van het systeem van Oranje. Hij gaat ons helemaal vertellen hoe we Oostenrijk gaan verslaan. Ja, en er zitten ook supporters bij. Zeker. En we hebben de voorzitter van Barlo. Kortom, we hebben een vol programma. En we eindigen, zoals gebruikelijk, met muziek. Wat mogelijk gemaakt wordt door Popplaza. Want Kres gaat voor ons optreden. Ik hoor in de verten al wat ze aan het inspelen zijn. Volgens mij wil jij ook beginnen. Wij willen beginnen en vergeet niet, we hebben nog de wethouderspool en natuurlijk onze junior reporters. Op naar de tuin van de Capranie. Goedenavond en welkom bij de Oranje Zomer. Morgen is het zover, Nederland-Oostenrijk. En wij gaan het hier uitgebreid voorbespreken met Roy Simons, René Brumans, Jules Dorsers en Frans Nijssen. Van harte welkom. En iedereen kent Frans Nijssen, oud-prof, jaren 70, met 17 jaar van Heibloem naar VVV. De eerste tijd nog niet in het eerste. Ja, hoe kijk je terug en denk je terug over die tijd, Frans? Nou, een fantastische tijd, maar ik heb een jaar, toen had je het zogenaamde C-elftal, dat was het tweede, we hadden ook geen jeugd, we hadden wel een jeugdplan. In het C-elftal ongeveer een jaar gespeeld en ik vergeet nooit dat ik reserve was bij het eerste. Mijn toenmalige schoonvader lag op sterven in het ziekenhuis in Deurne. Mm-hmm. Wij hadden die nacht moeten waken. Rond een uur of twaalf was het afgelopen. Nou, ik kon me in die tijd niet meer afmelden. We hadden nog geen mobiele telefoons, et cetera, et cetera. Nee. Dus ik naar het stadion toe. Daar een gevulde koek en een bakje koffie gedronken, want ik had niks gegeten. En onder de rust, was thuis tegen NAC, zei Rob Baan tegen mij, jij komt erin, rechtsback, speel die Ronnie Goodlas uit de wedstrijd. Ja. Nou, ik had natuurlijk op zo'n moment totaal geen zenuwen. Ik deed mijn ding en eigenlijk vanaf dat moment ben ik zeg maar bij het eerste gebleven. Ja. Omdat ik ook de eerste wedstrijd goed speelde en het goed deed. Ja, en nou is het natuurlijk zo geselecteerd ooit voor Jong Oranje ook, hè? Ook een paar Want keer. Ook opnieuw zit er iemand aan tafel die het zover geschopt heeft. Verder dan wij allemaal hier bij elkaar. Het grote Oranje is niet gelukt, hè, Frans? Nee. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb een toernooi gespeeld in Toulon met Jong Oranje. En toen waren er ook gewoon wat afmeldingen van de Ajaxide en Feyenoord-spelers. Ja, dus laten we maar de tweede categorie aan de beurt. Ja. Dan dat rare akkefietje over het aantal wedstrijden bij VVV. Dat blijft ook de hele tijd achtervolgen. Op Wikipedia staat nu, en misschien onderhoud je die eigen pagina zelf, dat weet ik niet. Nee. Daar staat nu 404 wedstrijden bij Frans Nijssen, maar ook 404 wedstrijden bij, even kijken, Ger van Roosma. Nee, dat klopt niet. Nee, Ger had er 404, die was gestopt. De laatste maanden was ik geblesseerd. Toen vroeg ik aan de archivaris, Bert Dillenzaliger, Bert, hoeveel wedstrijden heb ik gespeeld? Want ik wil natuurlijk wel Ger inhalen. Hij zei dat niet, hij zegt nee, dat is niet eerlijk, ik ga dat niet vertellen. Dus, en toen heb ik nog op het eind een paar wedstrijden meegedaan. Ik had een lange blessure gehad, ben daarna gestopt. En toen kwam ik op 403, dus dat was eentje minder als Ger. Ja. Dus toen ben ik nog even een paar weken boos geweest op de archivaris. Ja, maar heb je het verwerkt? Jawel. Ja. Want daarna kwam John Rooks en die ging natuurlijk ver over ons allebei. Ja, dat maakt het niet meer uit of je derde bent of tweede. Dat maakt niet meer uit. Nee. Daarna werd je manager in 1993 tot 2004 van VVV en dat was niet de makkelijkste tijd. Nee, dat was een hele lastige tijd. Dat was kommer en kwel. Financieel was er dus totaal niks te verhapstukken. Nee. Dus het was een hele lastige periode. En ik moet dan altijd denken, dan had je bestuursvergadering. Of wij hadden dan met een paar mensen, Marco Boris ondertussen, die was toen commercieel manager. Mark en ik hadden een bestuursvergadering en dan zei het bestuur altijd, ja, jullie moeten meer delegeren. En dan vroegen we altijd aan wie, want er was verder niemand in de organisatie. Nee. Ik geloof dat we met 5 mensen waren. En het was zelfs zo erg dat je zeg maar, als er een keer gewalst moest worden en er was geen vrijwilliger, dan ging Marco of ik op die tractor zitten en dan walsten wij het veld, zodat de dag erna weer gespeeld kon worden. En daar was je niet te beroerd voor? Nee. Een harde werker. Als we naar het Nederlands elftal kijken en op de positie waar jij ooit vroeger gefloreerd hebt bij VVV, het mag ik toch wel zeggen, Roy, of zeker, niet? Zeker. Daar speelt nu een zekere Dumfries die behoorlijk hoge ogen gooit. Is dat het type Frans of is dat een ander type? Nou, het type, kijk, ik moest het ook heel veel hebben van mijn karakter.
Ik had meer, denk ik, als back aanvallende kwaliteiten als verdedigende kwaliteit. Ik was niet de snelste, dus ik moest altijd goed opletten hoe ik ging staan. Ja. Ik vergeet nooit dat ik een keer in het Ajax-stadion helemaal zoek ben gespeeld door Simon Tamate. Want ja. Die was natuurlijk veel en veel sneller dan mij. Ja. Maar dus heel, heel erg gericht op de aanval. En dat had Dumfries natuurlijk ook wel wat. Ja, ja. Maar ik denk wel dat ik met de kop, als ik dat zag bij de eerste wedstrijd, die eerste kopkans, ik weet niet, ik denk dat ik die beter had gekopt. Die had je beter gekopt, ja, maar die laatste kop, die maar dat maakt doelpunt dan? Maar die laatste, dat weet ik niet of dat mij zo goed gelukt was. Maar die eerste was makkelijk. Je bent alle trots natuurlijk op het doelpunt wat je tegen Feyenoord gescoord hebt. Ja, zeker. En laten we vooropstellen, ik heb dat nog eens teruggekeken. Het was ook wel de enige mogelijkheid wat je nog met de bal kon doen, hè? Ja, zeg ik dat iets te negatief? Het was kappen en het was links over de keeper. Ja, ja. Ja. Maar dat was bewust. Dat was zeker bewust, ja. Nee, want als die laatste van Dumfries Roy er niet in had gezeten, had Frank de Boer zich dan hier in de kelder moeten verschuilen? Dat wordt voor eigenlijk wel, ja. Wat één doelpunt een verschil kan maken, toch? Ja, ja. Want het voelde ineens alsof de beste wedstrijd uit de historie ongeveer want gespeeld hadden. Want die kelder, hier even voor de duidelijkheid, van de Kaplanie heeft historie, hè? Want dat is eigenlijk een soort schuilplek. Ja, het verhaal gaat dat hier vroeger pastoor Friesje heeft gewoond, hè. Hier is ook de pastoor Friesjestraat. Ja. En dat was niet zo'n populaire pastoor hier in het dorp. En dan praat ik over 1750 hier. Hm. Dat de boze mijlnaren op Sinterklaasavond hier aan de deur stonden. Ja. Die wilden achter pastoor Friesje aan. Ja. En er schijnt hierboven ergens een glijbaan ooit door hem gemaakt te zijn. Die rechtstreeks hier de schuilkelder in gaat. Klinkt wel een beetje als een verhaal wat onder het genot van een pilsje nog mooier klinkt. Het klinkt als een sterk verhaal. Ik heb de glijbaan ook nog niet gevonden. Ja. Sterke verhalen, René Brumans, van... Bekend van de Brummerkers, hè? Tenminste, ik weet niet of jij een carnavalvierder bent, Frans. Zo maar kennen. Hè? Oranje supporter, hoe kan het ook anders? Ken je dit verhaal? Nee, dat verhaal... Ik ken veel verhalen in de kroegen en in de terrassen, maar dit verhaal dat ken ik. Ja. Nee, ik denk dat het van het terras komt, denk ik. Ja. Hoe heb je naar de wedstrijd gekeken? Net zo positief als de gebieden? Nou, nee, ik was zeer verrast. Ik had er helemaal geen vertrouwen in. De oefenwedstrijden, dat was niet al te best. Hmm. Je hebt toch met Timber achterin een debutant eigenlijk van wat gaat hij op dat niveau doen, want Matthijs Licht was geblesseerd. Ja. Nou, het is me 100% meegevallen. Ik vond het een hele goede eerste helft, nog betere tweede. Ja. Alleen verdedigend mag het iets, de omschakeling mag iets beter. Hebben jullie in de arena gezeten? Nee, Bert-Jan die is er vanavond niet bij. Mm-hmm. Die is er geweest. Dat is de diehard oranje supporter van ons clubje. Ja. Maar goed, die moest nodig wat geld verdienen om die kaartjes te kunnen betalen. Ja, ja. Dus, die is er. Want jullie hebben diverse toernooien meegemaakt, toch? Ja. Noem eens wat? Ja, ik ben zelf aangesloten in 2000, toen het in Nederland-België was. Ja. De twee Targens die zijn in 98 al geweest. Hugo zelfs in 92 in Zweden. Ja. Ja. Dus die gaan al wel langer mee. En ik heb eigenlijk het gevoel gekregen, ik wil erbij zijn toen in 98 mijn helaas overleden vriend Erik Schijven naar de halve finale ging Nederland-Brazilië in Marseille. Mm-hmm. Dat vond ik zo uniek dat hij daar een kaartje voor had. Mm-hmm. Ik meen, maar dan moet ik me even corrigeren, dat er met penalties Taffarel toen Brazilië er doorheen geloodste. Ja, toen dacht ik, ja, daar wil ik voor 2 jaar bij zijn. Zeker omdat dat in Nederland en België plaats ging vinden. Dus vanaf die tijd ga ik die toernooien af totdat we de gevaarlijke landen kregen. Oekraïne, Polen, Zuid-Afrika. Ja, toen waren we misschien een beetje bang aangelegd van... Dat zagen jullie als gevaarlijke landen? Dat zagen we toch als redelijk gevaarlijke landen. Waar waren jullie het bangste voor dan? Nou, als je die verhalen hoorde, ook wat ze bij de NOS vertelden, van ja, is het wel verstandig om daar naartoe te gaan? En zeker hoe wij bij die toernooien leven, van kroeg naar kroeg en s'avonds die wedstrijd. Dan denk ik dat het heel verstandig is geweest dat we niet zijn geweest. Want waren jullie altijd nuchter bij die wedstrijden of hebben jullie het toch redelijk beschonken ook ervaren? Wat Mark Rutte altijd zei, ik heb er geen herinnering aan. Nee. Maar je hebt wel herinneringen aan bepaalde momenten, denk ik. Hè? Of je nou beschonken bent of niet. De bekende, de beroemde en misschien wel beruchte wissel. Ja, van daar waren wij bij. Robben. In Aveiro tegen Tsjechië. Zeg ik goed daar, jongens. Ja. Stonden we op de tribune. Een geweldige Robben. En toen kwam de beruchte wissel dat... Dikkie advocaat meende dat er een verdedigende wissel moest plaatsvinden. Mm-hmm. En kwam Paul Bosveld, meen ik, het veld in. Ja. En toen was er een en al gefluit en onbegrip. Voelde je gewoon in het stadion. Ja.
Dus wij zijn een dag later, want we zaten in Albufeira, in een appartement, en daar trainde het Nederlands elftal ook, zijn we toch nog eventjes met zijn vijf verhaal gaan halen bij Dickie. Dus, verhaal gaan halen? Waarom dat? Hoe reageerde Dickie? Ja, Dickie luistert vaak heel goed, maar ja. toen niet naar ons. Nee? Nee. Heeft hij gereageerd op jullie of niet? Ja, van afstand. Van afstand? Ja. Maar hoe? Nou, op een gegeven moment kwam reservekeeper, of keeperstrainer was hij volgens mij, Joop Hiele. Die kwam ons even bedaren van, jongens, doe eens even rustig aan. Oh. Dus de emotie zat hoog. Ja. En Jules Dochters zal dat nog kunnen herinneren, denk ik, die wissel? Die kan ik me nog herinneren, ja. Of ben je daar te jong voor? Ja, nee, ik ben daar niet te jong voor. Nee. Maar ik herinner me de momenten vaak niet helemaal meer. Maar, deze staat nog wel op. Ja, die is in geheugen gegrift. Ja. Voorzitter van Barlo, hè? Klopt. Gaat het goed met Barlo? Ja, het gaat ondanks de periode waar we vandaan komen, gaat het wel goed. Ik bedoel, afgelopen jaar natuurlijk de lange termijn wat meer uit het oog gezet en wat meer op de korte termijn geschakeld. Hè, rekening houdend met de COVID en de maatregelen die er zijn. Maar ik denk dat we ondanks alle maatregelen die er zijn wel getracht hebben om maximaal het veld en het sportpark open te houden. Mm-hmm. Open te stellen, niet alleen voor onze leden, maar ook de samenwerking hebben gezocht met diverse sportverenigingen in het Baarlose. Waarom? Dat heeft uiteindelijk ook geresulteerd, dit alles, in in een prijs, hè? Toch? Jullie zijn benoemd, toch? Ja, klopt. Ja, we zijn uitgeroepen tot de sportclub van de gemeente Peelmaas. Mm-hmm. Dus ik ben daar heel trots op. Maar ik denk ook dat het een dik compliment is naar al onze ruim 200 vrijwilligers die met name in deze tijd de jeugd aan het voetballen hebben gehouden. Ik denk dat dat enorm belangrijk is geweest in de tijden dat de scholen niet altijd open waren. Ja, zorgen dat we iets breder in de maatschappij kijken. Dus dat de andere mensen buiten de vereniging ook toegang hebben tot ons sportpark. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk activiteiten, dan wel offline, dan wel online op het sportpark of via het online kanaal te bewerkstelligen. Mm-hmm. En ik ben gewoon trots dat met de activiteiten en initiatieven die er ontstaan zijn. En dat is dat ligt echt bij onze vrijwilligers. Ik licht er even één activiteit uit, want dat is onlangs gebeurd, hè, zondag. Een girls only training stond gepland. Was dat Maries Graaf, geloof ik? Ellen van Bergen die dat leidde? Onder andere. Moet ik even een stapje terug. We hebben denk ik anderhalf jaar geleden hebben wij een sponsorcontract met een motivatie en een plan van aanpak hebben wij gewonnen bij de ING Bank in dit geval. En dat was met name om het meidenvoetbal te gaan promoten. Ja. In de breedste zin van het woord. En een van de activiteiten die we daar die daar onderdeel is van dat plan, buiten dat we een stukje aanwas hebben gekregen, is dat wij meidenvoetbal in de breedste zin van het woord gaan promoten. Mm-hmm. Met afgelopen zondag inderdaad een girls only training. Ongeveer 130 kleine meisjes, aspirantleden. Overigens een samenwerking tussen een viertal verenigingen in de gemeente Peelmaas. Ja. Dus samen met Helden, Kessel en MVC 19, Maasbree. Ja. Op ons sportpark. En het was echt, met het zonnetje erbij, het was geweldig. Hebben die meiden iets geleerd van Maries Graaf? Kan je daar iets van leren, Frans, van Maries? Absoluut. Ja, wat? Maries, daar kun je heel veel van leren. Het is iemand met een hele vlotte babbel en daar zit humor bij, daar zit een heel verhaal achter. En ik denk dat hij in zo'n situaties daar erg geschikt voor is. Ja. En Ellen van Bergen heeft ooit in het Nederlands elftal gespeeld. Ook dat, ja, klopt. Net voor die tijd dat het Nederlands elftal ging dat het echt booming ging worden, ja. Dus die ligt een beetje aan de basis. Maar dat was een groot succes, heb ik begrepen. Ja, het was een groot succes. Hè. Ik denk met 130 dames dat het succes al verteld is. En, het feit dat het gewoon weer dat er weer leven is op het sportpark. En dat je de verbinding kunt zoeken met andere verenigingen. Ik denk dat met name weer het leuke is in deze tijd. Ja. We praten zo meteen verder, want we hebben ook Frank van Kevenaar gevraagd om zijn licht even te schijnen over de situatie. En dan komt het automatisch ook. Ja, je weet het, bij Eriksen kom je dan terecht. Wat hij ervan vindt. Frank van Kevenaar. Ja, welkom, huisarts Frank van Kevenaar. We hebben genoeg te bespreken, want wat gebeurde er met Eriksen? De hele wereld was geschokt. Iedereen zag opeens dat hij in elkaar stortte.
Hoe heb jij ernaar gekeken? Nou ja, ik heb niet rechtstreeks gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ik was met wat anders bezig. Ik heb het wel gehoord en daarna teruggezien. Ja, echt wel dramatisch dat die man dat overkomt. Het gebeurt niet vaak dat op zo'n voetbalveld zoiets gebeurt. Nouri is dan een sprekend voorbeeld bij Ajax. Ja, deze man heeft enorm pech gehad. Van de andere kant enorm veel geluk gehad dat hij op die plek dit overkwam. Dat zal je gebeuren als je op de autosnelweg zit. Hè? Dan ben je mooi klaar. Maar ja, dramatisch dat zoiets gebeurt natuurlijk. Is dat goed verhandeld? Ja, uitstekend. Ja, ik heb toevallig een stukje in de Volkskrant gelezen van de hoogleraar cardiologie. Maar je kon het ook zelf zien dat de spelers om hem heen direct zagen dat er iets heel raars was. Normaal als je valt met een tackle of hoe dan ook, dan vang je op. Hè. Je hebt een reflex, daar kun je niks aan doen, dat gebeurt gewoon. Bij hem was dat niet. Hij ging echt plat tegen de grond. En spelers zagen dat er iets geks was, gingen er gelijk op af, hebben het hoofd een beetje gedraaid. De medische staf aan de zijkant heeft het ook gelijk gezien. Zijn het veld opgekomen met de apparatuur die nodig is. En binnen, ja, ik meen 45 seconden is hij al gereanimeerd op een hele goede manier. En is daardoor, ja, ik denk zonder verder heel veel schade eruit gekomen, is hij geklapt met een defibrillator en heeft hij zijn hartritme weer teruggekregen, waardoor die hartstilstand was opgegeven. Dus ja, in die zin, geluk bij ongeluk, je kunt het beter niet hebben. Als je het dan eenmaal krijgt, ja, dan maar daar, zou ik zeggen. Ja, de hele wereld zit daar geschokt naar te kijken. Maar voor jou als huisarts, dat is wel vaker gebeurd in jouw praktijk? Ja, op het voetbalveld niet. Ik ben 10 jaar clubarts geweest. Ik heb wel altijd in mijn achterhoofd gehad, ook met de scheidsrechters besproken, van als ik iets zie dat iets echt niet goed is, dan ga ik erop af. De scheidsrechters snappen dat natuurlijk. Maar ik heb wel altijd in mijn achterhoofd gehad dat er altijd gekke dingen kunnen gebeuren. Hoofden kunnen tegen elkaar komen, waardoor ze bewusteloos raken met de tong achter in de keel, dat soort zaken. Mm. Het kan allemaal gebeuren en dan moet je heel snel handelen. Dat is ook de reden dat je als clubarts op de bank zit. Dat je gelijk het veld op kan als er iets raars is. Ja. Terecht doorgespeeld of had je daar eerder voor gekozen om de wedstrijd te staken? Ja, zoiets veroorzaakt natuurlijk emoties. Van de andere kant, hij kwam bij bewustzijn het veld af. Dat kon je zien, hè? Op de brancard zag ik dat met geheven hoofd hij het veld afkwam. Ik kan me voorstellen dat spelers geschokt zijn. Van de andere kant denk ik, het zijn allemaal mensen, maar ook wel professionals. Mm-hmm. Die toch wel een bepaalde gehardheid hebben en toch ook wel de professionaliteit hebben om dat even opzij te zetten en zich weer op het spel te concentreren. Mm-hmm. Tenzij je net dingen hebt meegemaakt en je denkt van verdorie, dat doet me daar wel heel sterk aan herinneren en daardoor een ander soort emotie erbij krijgt, zoals bijvoorbeeld blind na de wedstrijd. Ja. Of voor de wedstrijd hoor ik achteraf. Dus daar kan ik wel iets bij voorstellen. Even ingebouwde defibrillator. Defibrillator. Ja, moeilijk woord. Bijna even moeilijk als het hydroxychloroquine. Ja, Nee, maar mooi woord ook voor de scrabble. Ja, maar die defibrillator wordt ingebracht om te zorgen dat als het hart stopt, je een opdonder krijgt, een schok krijgt, een elektrische schok krijgt, waardoor het hart weer aanschiet als het ware. Ja. En dat wordt gedaan bij mensen die bijvoorbeeld een erfelijke hartafwijking hebben, een hartritmeafwijking, waardoor dat kan gebeuren, waarbij dat bekend is. Mm-hmm. Maar in dit geval denk ik, en dat heb ik ook uit de krant, die waarschijnlijkheid, dat het een virus kan zijn geweest in zijn lichaam en dat virus dat kan op de hartspier slaan. Ja. Dat is gewoon pech hebben. Is dat niet wat te vroeg om dat te concluderen? Nee, is geen conclusie. Dat is kijk, als zoiets gebeurt, dan kunnen er een aantal zaken de oorzaak zijn. Ja. Dus gezien het feit dat het natuurlijk een top en top gezonde kerel is, want al die spelers die voor miljoenen worden doorverkocht naar andere clubs, ja, die worden helemaal doorgelegd, rekenen maar alle gevechten, gefotografeerd, hartfilmpjes gemaakt, van alles, die zijn echt topfit. Ja. Willem Engel zei, het was misschien de coronavaccin, maar hij is niet gevaccineerd. Oh, ik heb geen idee, ik luister niet naar Willem Engel heet hij, hè? Ja. Maar nee, die hoort niet tot mijn fanclub. Nee. En ik niet tot de zijne trouwens. Nee. Dan even het voetballen. Door het oog van de naald? Nederland. Ja. Ik vond ze hebben wel wat kansen gehad, moet ik zeggen. Zonder dat die er niet in zijn gegaan. Dus ik heb je gezegd, appeltje-eitje heb ik vorige keer al gezegd. Dat was net niet. Ja. Ik ben blij dat ze gewonnen hebben. En oog van de naald. Ja, ik vind het wel wat bieden voor de komende wedstrijden. Ik was ook wel gecharmeerd, maar dat is meer mijn idee bij zijn opstelling, ik was gecharmeerd van de opstelling, de 5-3-2 opstelling, iets verdedigend met de vleugels, de backs naar voren gaan. Dus ik vond er wel een goede flexibiliteit in en ik vond dat er ook wel kwaliteit in de ploeg zat. Ik denk dat er heel veel potentie in deze groep zit. Ja. Dus mijn bewering van vorige keer, appeltje eitje komende wedstrijden, die blijft staan met groot succes in het vooruitzicht. Ja. Ik ga een bruggetje maken aan tafel. Dumfries deed het hartstikke goed, hè? Opkomende backs. Was Frans Nijs een soortgelijke rechtsback? Frans was een klasse apart, moet ik zeggen. Frans was een klasse apart. Ik heb hem niet zo gevolgd in
tijdens het voetballeven, maar daarna als elftalbegeleider, een soort coach, na die tijd buitengewoon hard en mavere man, ook veel verstand van voetballen. Ja. We waren het niet altijd eens, geloof ik, maar Jenny Frans die heeft mij een aparte plek. Ja, klas apart. Volgende keer echt op het terras. En met, een pilsje erbij, denk ik toch? Die belofte staat nog steeds. Alsjeblieft, graag. Terug aan tafel. Ja, Frank van Kemenade heeft het over Frans Nijssen gehad als een hele sympathieke man, Frans. Dus dat is wel leuk om even te vertellen. Maar we zitten hier ondertussen tijdens het filmpje van Frank van Kemenade te spreken over de goede oude tijd. En we komen tot de ontdekking, Roy, dat iedereen hier, die nu hier is, dus ook Erwin en Hugo achter mij, de supporters en jullie ook, met elkaar gevoetbald hebben. Zeker. Klopt dat? Ja, dat is zeker. We hebben de tijd dat Frans trainer was van RKMSV. Welk jaar is dat geweest? Ik denk 93. 93. Spelertrainer. Spelertrainer. Maar toen in die tijd werd Frans manager van VVW, toch? Ja. Bij uiteindelijk die heb je de overstap gemaakt. Ja. En daarna hebben we ook nog met een aantal in een wat lager elftal. Ik zeg al het. Ja. Twee keer hoofdtrainer, ja. Bij één keer ontslagen? Of, nee, één keer speler, trainer en daarna niet. Maar in de eerste periode, er was René ook nog bij, toen speelden wij tweede klas. Toen vergeet ik nooit meer, toen speelden wij om promotie naar de eerste klas. En toen moesten wij naar het zuiden toe. En VVV 03, het ging tussen VVV 03 en RKMSV, wie dus tegen de zuidelijke club moest om de promotie. En toen verloren wij van 0-3. En toen hadden die samen een vergadering bij die club. Want ze zeggen, ze moesten de reiskosten betalen. Ja. En de club zei, we gaan geen bus charteren. Dus die hebben die wedstrijd gewoon laten lopen, uiteindelijk. Dus toen is die club uit het zuiden is gepromoveerd. En dan anders hadden wij er wel... Nou, en ik herinner me nog, in die wedstrijd, dat was overigens niet 0-3, maar dat is een grapje. Het was 2-1 voor VVV 0-3. Ja. Maar Ed Jansen, de scheidsrechter, uit Meijl, inmiddels niet meer scheidsrechter, die maakte toen een goal. En ik zat toen op de reservebank en die bal die gaat dus in de winkelhaak en die komt terug. Maar die zat er dus in, die komt in die driehoek, zeggen. Ja. En mij al juicht, de spelers, allebei van de bank er vanaf. En hoppakee, het was piece of cake. We gingen naar die eindstrijd. Maar VVV 03 die voetbalde gewoon door. Want die scheidsrechter had niet gewezen naar het midden. Ja. En er werd doorgevoetbald. En in die aanval erop scoort VVV 03. Ja, toen was het hek van Van Dam. En toen was Ed al aan het fluiten? Of toen dacht hij dat? Nee, die was nu een speler. Die maakte de goal eigenlijk. Maar hij was nog niet aan het fluiten, aan het klimmen. Nee. Maar hij dacht, dan word ik later scheidsrechter. Nou, daar heeft hij toen gedacht, denk ik. Ik ga zelf scheidsrechter worden. Ja. Dus jullie halen allemaal oude herinneringen op. Ik zie Frans ook. Wat was hij voor een trainer eigenlijk? Want als voetballer kunnen we het een beetje voorstellen. Opkomende back, voorzet. Af en toe een doelpuntje, niet te veel. Hard werken. Trainer was hij. Enorm gedreven, enorm fanatiek. Heel fanatiek. En trouwens, René, schiet me ook binnen. Op het laatst tegen 0-3 ben ik de arm uit de kom gevallen. Dus toen moesten we, en toen hadden we geen wissels meer. Dus toen was het tegen 10 man. Ja, door in die wedstrijd. Ja, klopt. In die wedstrijd. En ik moet zeggen, ook Ed was een hele behendige, technisch vaardige, linksbenige speler. Ed Jansen, een goede voetballer. Ja, absoluut. Het was niet een type, weet je wel, die de duels aanging. Maar zeer vaardig. Ja, hij heeft dat een keer laten zien als scheidsrechter, toch? Dat hij een keer de bal zodanig hoog hield dat er een aantal keren toen is uitgezonden. Goede techniek. En jij wilde eigenlijk iets accentueren wat er in Balo gebeurt. Is dat niet helemaal normaal? Nee, maar kijk, Jules vertelde net iets over wat de voetbalclub Balo even in coronatijd heeft gedaan. Maar we moeten het niet vergeten dat, kijk, voor corona was er al een teruggang te zien in de voetbalsport. Hè? Als je naar de landelijk kijkt. Zijn de ledenaantallen ook bij de voetbalclubs is een beetje dalende. De enige wat nog het voetbalniveau een beetje hoog houdt, is het damesvoetbal. Ja. Want dat is eigenlijk de grootste groeisport geweest de afgelopen jaren. Nu door corona is er eigenlijk een extra slag gegaan, waarbij we met z'n allen in Nederland veel minder zijn gaan sporten en bewegen. Maar dat heeft ook een enorm negatief effect gehad op heel veel verenigingen. Ja. Gemiddeld is 10% van de verenigingen 10% gekrompen qua ledenaantal. Mm-hmm. En je ziet een aantal clubs, en Barlo is daar één van, die zich juist heel wendbaar hebben laten zien in die coronatijd. En eigenlijk na hebben gedacht van wat is er wel mogelijk? Mm-hmm. Hoe houden we wel die binding met onze leden? In plaats van inderdaad, we gaan maar afwachten. Totdat we weer open mogen als club. En die hebben
En sommigen zitten wel echt de binding met hun leden verloren. En daardoor zijn mensen gewoon van de club afgegaan. En dat is wel, vind ik wel, een gevaar waar we met z'n allen, denk ik, heel hard weer werk van moeten gaan maken. Ja. Want 10% leden teruggang, die heb je ook weer niet 1, 2, 3 terug. Nee. Voorbeeld voor andere verenigingen? Zeker, zeker. Maar je ziet gelukkig, hè, meerdere verenigingen hier in de regio die dat heel goed hebben opgepakt. Ja. Maar je ziet ook verenigingen inderdaad. Hè. We hadden het er net nog even over. Nu is op het laatst van de competitie een regio-cup georganiseerd door de KNVB. Ja. Een soort laatste toetje voor de jeugdvoetballers. Om in ieder geval nog wat wedstrijden te spelen. Ja, dan zijn er ook clubs die zeggen, ja, dat doen we niet mee, want onze velden moeten onderhouden worden. Mm-hmm. Ja, goed, dan moet je juist zeggen, die kans moet je pakken. Je moet die kinderen nu nog laten voetballen. Mm-hmm. Want anders heb je daar de kans dat er nog eens 10% gaat weglopen. Ja. En dat is hartstikke jammer. Dan moeten misschien dat we ook nog met het EK nu, hè, dat er toch weer een soort positieve boost komt, hè, voor de voetbalsport. Hier aan tafel inmiddels wel, hè, want Frans denkt ook dat we kampioen worden, of niet? Kampioen worden, dat is wat snel gezegd, maar dat we toch de volgende ronde halen en dan een beetje met die loting. Dat is wel heel voorzichtig uitgedrukt. Ja, nee, maar dat is ook, ik ben daar voorzichtig in. Ik kreeg ook van 3 of 4 plaatsen zo'n verzoek om mee te doen aan een pool. Ik doe niet mee aan die pools. Ik vind het helemaal niks. Dat is de goede verzoekje. Dus ik zoek het liever zo wel uit. Ja, hier is Jules, die is hartstikke positief. En die ziet dat echt al gebeuren. Ik denk dat het moet groeien. Ja. Ik denk echt dat het moet groeien. Laat ze morgen maar eens eerst winnen van Oostenrijk. En dan eerst in de pool worden en dan... Ja, dan hoop ik dat we straks dat de horeca weer wat meer open mag. En dan gaat het denk ik ook wel meer leven. Mm-hmm. Dat zou ik wel wensen. Ja. En uiteraard, je bent toch wel chauvinistisch en je wil graag dat Nederland zo hoog mogelijk scoort. Ja. Dus we gaan het zien. Ja, ik denk ook een beetje aan René en Erwan en Hugo hier achter mij. Want jullie zijn echt hele fanatieke supporters. Erwin, wat is jouw dierbaarste herinnering aan het Nederlands elftal? Waar je bij bent geweest dan, hè? Ja, dan denk ik dat ik een hele week moet kiezen. Of mag kiezen. Een hele week? Een hele week. En dat waar je nog alles van weet, of niet? De week in Portugal, waar we toen met 5 man waren. Ja. Waar wij een fantastische week hebben gehad. En die is heel erg dierbaar geworden, omdat een van de 5 een jaar daarna helaas noodlottig is voor een ongeluk heeft gehad, is overleden. En die week was al fantastisch, maar heeft denk ik bij ons allemaal, alle 4, nog een extra plekje gekregen. En ik Want om dat, wie gaat het dan? Dat gaat om Erik Schijven. Dat was een van de 5. Bert-Jan is er helaas ook al genoemd. Hè? En die had, die moest dan, Bert-Jan regelt alles altijd. Wij krijgen een briefje wat we moeten betalen en hij heeft alles al geregeld. Ja. En die kan er helaas vanavond niet bij zijn, maar ja, Erik kan er door dat ongeluk helaas ook niet bij zijn. Ja. En ik denk dat die week daarna een enorm mooi plekje heeft gekregen. Ja, dat kan ik me voorstellen. En voor Hugo? Ja, voor mij geldt eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Vooral wat we daar mee hebben gemaakt toen voor de café en dat blijft altijd hangen. We zaten in een sportcafeetje en daar kon je gewoon voetbal kijken. Op een gegeven moment zitten we op een rijtje met elkaar. En toen begonnen ze daar te spelen op een piano, een gitaartje erbij. Mm. En op een gegeven moment vroeg ik aan diegene die achter de piano zat voor de microfoon. En toen begon Erik met zijn microfoon mee te zingen. Die had altijd een stijl, die had hem op een bepaalde manier vast. Yeah. En hij begon te zingen en wij zaten gewoon een biertje drinken. We zaten gewoon zo naar het volk toe. Yeah. Op een gegeven moment staan er, ik denk, 50 Engelsen voor ons. En er was er eentje bij, grote tattoo op zijn naam, die stond gewoon te huilen. Yeah. En toen was Erik was het lied te zingen van Robbie Williams, Angels. Okay. Dus ja, daar blijft gewoon altijd bij. En dat nummer blijft gewoon ook altijd bij. Yeah. Ja, dat was prachtig. Jullie hebben volgens mij alles vastgelegd in een album, René, klopt dat? Ik zag net dat jullie met een album aankwamen hier. We hebben meerdere albums. Album die we onder ons houden, zal ik maar zeggen. Okay. Dat zijn foto's die eigenlijk onder ons moeten blijven. En we hebben gewoon de sfeerfoto's in het stadion en rondom de stadions. Ja, zit hier nu 3 mannen. Zit er geen vrouwen in dat groepje? Nee, dat was een van de vereisten. Dat, dat de vrouwen niet mee mochten? Ja. Oké. Okay. Nee, het is echt een jongensreis. Portugal, Leipzig, Duitsland. En Oostenrijk, Zwitserland, dat was helemaal massaal met de Nederlandse sporters. Hè. Dat vond ik naast Portugal zo uniek wat daar op de been kwam vanuit Nederland. Ja. Terwijl er in dat stadion, in de eerste wedstrijd in Basel, kan er maar 20.000 in of 25.000. Er waren 100.000 Nederlanders in die stad. Ja, ja.
En ik weet nog dat wij die stad binnenkwamen en het eerste kroegje waar een barbecue stond en een barretje, zeiden we, hier moeten we gaan zitten. Hier zitten we goed. En we waren al vroeg op de dag daar. En we hebben eigenlijk die hele stoet van 100.000 mensen voorbij zien komen. Nou, je weet niet wat je ziet. Nee. Oranje Sinterklaas, oranje kerstman. Ja. Eentje met een string aan, meer niet. De ja. String was oranje natuurlijk. Ja, ja. Dat soort dingen, ja. Geweldige tijd. Ja. Geweldige tijd. En Jules, ben jij dan ook iemand die in het oranje kleedt en dan denkt van, nou, ik ga los? Ja, we hebben toevallig afgelopen zondag hebben we ook bij vrienden in de tuin gekeken. En dan, ja. Dan trek ik uiteraard wel eens oranjes aan. Ik dos me niet helemaal op in de zin van dat ik me helemaal uitbundig. Nee. Maar je trekt die oranjes aan. Alleen wij hadden daar in de tuin, wij waren in de tuin aan het kijken. En de buurman was ook in de tuin aan het kijken. Ja. We hadden dus last van de snelheid, de internetverbinding. Ja, er zat een verschil tussen. Hè? Er zat verschil tussen. Dus onze buurman hoeveel was. Verschil? Ja, 40 seconden. Dus onze buurman was al aan het juichen. Bij de 1-0 en 40 seconden waren wij aan het juichen. Bij de 1-0 en de 2-0 was dat prima. Maar bij de 1-1 en de 2-1 en de 2-2 dachten we van, wat gaat er nou gebeuren? Ja. Maar goed, 10 minuten later worden we nog een keer gejuich aan de andere kant van de tuin. Dus toen was het ook toen was het goed feest. En met die sfeer die krijgen we dit jaar niet zoals jij die beschrijft? Nee, het is wat Jules zegt straks gaan, ik meen 26 juni als ik het goed zeg, dan kan er weer iets meer. Nou, dan, als je dan met z'n allen in de kroeg op een groot scherm gaat kijken. Ja, wat wij altijd bij de SIEM deden op de Helderse Dijk. Hè, als we niet in het land zaten of een Nederlands elftal wedstrijd, dan gingen we naar de SIEM. Peulde uit in oranje. Maria beeldje op de televisie. Kaars erbij bij het volkslied. Ja, dat is onvergetelijke dingen. Maar dat ken je niet. Zoals ik zondag thuis alleen heb gekeken, ja, dan geniet je wel van de wedstrijd. Maar ja, heb je dan niet als supporter, hè, heb je dan niet zoiets van, god, degene die hier aan tafel zit en echt weet hoe het is om in een stadion te staan met 20, 30 misschien. Wat is het meeste aantal toeschouwers waar je ooit hebt gestaan, Frans? Feyenoord uit, volgens mij. De Kuip, volle Kuip? Volle Kuip. Ja. Waarom geloof ik met 6-1 verloren, maar het waren wel veel mensen. Ja. Dat je ook wel een beetje denkt, hoe moet dat voelen, Frans? Kan je dat uitleggen? Niet te lang? Nee, dat hoort eigenlijk een beetje bij het vak. Alleen je hebt natuurlijk van tevoren een gezonde portie spanning. Ja. En ik heb ook nog één keer meegemaakt, nou we het er net over hebben. In de Kuip was de afscheidswedstrijd van Simon Tamata. En die werd toen door de scheidsrechter uit het veld gestuurd. Toen is die wedstrijd gestaakt. Nou, wij moesten rennen naar die brug om weg te komen. Ja. Bij die wedstrijd. En toen was het ook daar hartstikke druk. Was het die wedstrijd dat Simon Tamata jou helemaal zoek speelde? Nee, toen zat hij bij Ajax. En later was het, wat ik zei, was het afscheid bij Feyenoord. Toen ging naar België toe. Toch, we hebben het over lang geleden. Ja, maar dat was het. Realiseer ik me wel. Heel lang geleden, ja. Ja. Dat betekent ook dat je oud wordt, snap je dat? Dat is confronterend, hè? Ja, dat is confronterend. Dat was nog in de tijd, Frans, dat Feyenoord ieder jaar hier op trainingskamp kwam. Ja. Dat was het. Weet je wat nog confronterender is, Frans? Dat die kinderen die zo meteen de interviewtjes gaan doen bij de G-sport, die hebben daar echt nog nooit van gehoord. En die zullen ook de beelden nog nooit gezien hebben. Maar we gaan wel kijken, want er zit ook jouw zoon bij, geloof ik, die daar de interviewtjes doet en ze doen het hartstikke goed. Daan. Hallo allemaal, wij zijn de Junior Reporters. Wij zijn vandaag op Sportpark De Starten en wij gaan jullie wat een interview geven over het G-team. Ik ben Sam. Daan. Jules. Kom maar mee. Hallo, ik ben Jules Berens en ik sta hier nu bij Mark en Daya. En dan beginnen we meteen maar met de eerste vraag. Vertel eens een beetje over jullie team. Ja, dat het gewoon een heel mooi team is en een leuk team. Ja, het is inderdaad een heel gezellig team en we hebben allemaal een beperking. Dus het is ook een heel ander team als een normaal team. Waarom vinden jullie voetbal nou echt een leuke sport? Ja, gewoon om gezellig samen te zijn. Ik vind het gewoon leuk, omdat ik het gewoon leuk vind. Hebben jullie heel vaak gewonnen voor corona dan? Want nou kan er natuurlijk niet wedstrijden spelen. Maar gaan jullie na de corona ook nog veel winnen? Ja, we proberen kampioen te worden. En waarom zouden mensen met bijvoorbeeld een beperking naar jullie team, in jullie team moeten komen? Dat het gewoon leuk is en iedereen moet de kans krijgen erin. Omdat iedereen geaccepteerd kan worden in dit team.
één keer een training mocht krijgen van een Nederlandse speler van het Nederlands elftal, wie zou je dan kiezen? Ik heb geen idee, want ik ken ze niet. Nee? Nee, ik kijk daar nooit naar voetbal. Maar op welke positie sta jij? Middenveld meestal. Dus niet Frenkie de Jong of zo? Nee, zeg me. En wie gaat eigenlijk het EK winnen dit jaar? Duitsland. Ik denk Nederland. Ja, dat is heel leuk als Nederland zou winnen. Dat wordt natuurlijk een heel feestje. En wie gaat eigenlijk de topscorer worden? Memphis Depay. Ik denk aan... Luc de Jong. Luc de Jong? Oh ja, dat zou best kunnen. Wie weet, wie weet. En wie is eigenlijk jullie favoriete Nederlandse speler in dit elftal? Memphis, hè? Ja. De Vrij. Stefan de Vrij? Yeah. Oh, dat is echt een goede verdediger inderdaad. En gaan jullie überhaupt wel kijken naar de TK en naar Oranje? Ja, we gaan zeker kijken. Jij ook, Jeroen? Ja, zeker. Ik heb gehoord dat jullie volgend seizoen meedoen aan de Special Olympics. Ja, dat klopt. En wat is dat precies? Allemaal kinderen met beperking, verschillende sporten, die gezamenlijk meedoen aan een evenement. En heb je daar een beetje zin in? Ja, in principe wel. Oké, en hebben jullie ook een beste speler in het team? Dat durf ik niet zo te zeggen wie dat is, maar ze zijn allemaal even goed. Ja, belangrijk hè, dat er geen team is überhaupt, Roy. Zeker. Goed, we hebben net even gehad over de voetbalclubs. Hè, waarbij we een beetje traditioneel altijd maar zeggen van de gemiddelde groep voetballers op een grasveld. We hebben de vorige uitzending gehad over de wandelvoetballers, ook een belangrijke doelgroep. Mm-hmm. Nou goed, de G-voetballers, ook een hartstikke belangrijke doelgroep. Kijk, eigenlijk wil je als voetbalclub, nou in Baarlo is dat volgens mij, wil je eigenlijk relevant zijn voor elke doelgroep, van jong tot oud. Ja, als je dat voor elkaar krijgt, ja, dan heb je natuurlijk een enorme impact ook op het dorpsniveau. Ja. En ga je ja, ook daarin heel veel inwoners bereiken met de voetbalsport. Ja, en was het leuk als je die interviews ziet, hè, gewoon pure reacties. Niet moeilijk doen, ik ken geen speler, vinden ze ook niet zo belangrijk. Nee, nee. Gewoon lekker spelen. Precies, en het plezier spat er vanaf als je het G-voetbalteam bezig ziet. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk volgens mij waar het allemaal om te doen is. Hè? Dat je samen plezier maakt, in dit geval met voetbal. Ja. Want Baarlo heeft geen G-team. Nee, nee, we hebben geen G-team. Je ziet dat onze buurclub Maasbree heeft wel een G-team. Mm-hmm. Dat daar wat spelers naartoe trekken. Maar zeg nooit nooit, hè. Ik bedoel, we zijn volop in ontwikkeling. En wij kijken ook naar andere doelgroepen in dit geval. Hè? Vorige aflevering met Ron en Hans ging het over wandelvoetbal. Mm-hmm. Nou, dat zijn zaken waar wij pilots nu mee in het oprichten zijn. Nou, ik kijk ook zeker naar anderstaligen of internationale werkers die vanuit Oost-Europa hier naartoe komen. Dus je ziet ook als je demografisch kijkt naar de gemeente dat ja, dat ook stijgende is. Hè. We gaan nu volgend jaar al naar 6000 inwoners in de gemeente Peel-Maas. En dat is ook een doelgroep die wij wellicht in de toekomst gaan verwelkomen. Net als Grasgroep dat bijvoorbeeld heeft. Ja, precies. Walking football, had je er ooit van gehoord, Frans? Ik had er ooit van gehoord en ik kwam al het af en toe op het voetbalveld in Mijl. En toen ik dit de eerste keer zag, toen dacht ik, nee, ik blijf toch nog lekker even bij de veteranen voetballen. Ja, maar het is wel een mooi alternatief voor mij. Nee, het is super en zeker. Kijk, vrouwen en mannen, het kan allemaal door elkaar. En of je een bepaalde leeftijd hebt, zo, dat gaat allemaal. Mm-hmm. Maar ja, ik kan het voetbal zelf gewoon... Het normale, gewone voetbal, zeg maar, dat kan ik zelf nog niet missen. Nee. Maar wat je wel kan missen is trainerschap. Want waarom ben je geen trainer meer? Nee, dat ben ik een aantal jaren geleden. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk ook alleen maar clubs gehad rondom Mijl, waar ik woon. Nooit verder weg geweest. Neerkandia, een aantal jaren, superclub. Roggel heb ik een aantal jaren gehad, ook superclub. Dat zijn verenigingen met een hele sterke binding met elkaar. Mm-hmm. Mijl een paar jaar, 1 jaar Ospel, maar dat combineerde ik toen met de C-jeugd van Helmersport. Maar dat was een combinatie, dat was achteraf niet te doen. Mm-hmm. Dus daar ben ik een jaar of 5, 6 geleden mee gestopt. Dat ik gewoon wat meer vrijheid wil hebben en geen verplichtingen meer. Ja, die zonder vrij hebben. Geen trainingen. Ja, het is zelf voetballen. Ja, ja, gewoon lekker zelf voetballen. Ja. Want dat doe je nog steeds. Speel je nog steeds samen? Nee, ik speel niet meer. Nee? Frans nog wel. Ik speel bij Hugo, maar
Hugo die wil ons gaan verlaten, want die stopt ermee, zegt hij. Hugo, leg uit. Heb je een contract met een andere ploeg? Ja, ik ben een andere sport gaan doen. En dat vind ik op dit moment leuker na al die coronajaren. Oké, nou worden we heel nieuwsgierig wat die sport natuurlijk is. Ik denk een soort gevechtssport, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Nee, helemaal niet. Ik ben het golven geslagen. Nee. Ja, echt. Ja, Frans, dat is toch vloekende kerk. Dat is vloekende kerk. Dat kan toch niet dan een voetbal. Ja, nou zijn er wel meer voetballers die ooit zijn gaan golven, maar dat vind jij interessanter dan voetballen? Ja, op dit moment wel. Ja. Ja, samen met een maat van mij. Die ook altijd gevoetbald heeft, dus dat gaat hartstikke leuk. Zondagmorgen. Maar dan zou ik als voetbalclub zeggen, leg een voetgolfbaan aan op je voetbalveld en dan kan Hugo gaan golven met de voeten. Dan maar hebben we voetbal weer gecombineerd. Ja. Maar goed, hoe kunnen we Hugo overhalen? Wat is de kracht van Hugo op het voetbalveld? Hugo was verdediger, Hugo. Centrale verdediger achterin met een goed overzicht en een goede passing. Ja. Maar goed, ik begrijp. Laat ik zo zeggen, ik ben afgelopen jaar pas teruggekomen naar mij alweer bij de veteranen. En toen stonden ze rijkelijk bovenaan. Ze waren al de voorbereiding aan het treffen voor het kampioenschap. Maar toen kwam dus de eerste lockdown. En toen zouden er eigenlijk 5 stoppen. Die hebben gezegd, oké, dan gaan we nog een jaar door. Maar nou stoppen die dus nu uiteindelijk dan wel. Zo heb ik het ook begrepen, Hugo. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Maar Hugo, als wij Europees kampioen worden, hè? En die kans zit erin nu. Heel gevaarlijk. De stemming is in ieder geval goed. Heel gevaarlijk. Ja. Kunnen we dan afspreken? Als een soort weddenschap ga ik nog een jaartje door. Als ze Europees kampioen worden. Ja. Oh Hugo, dat durf je wel aan. Dat durf ik wel aan. Hoezo, dat durf je wel aan? Dat gebeurt toch niet? Ja, ik denk dat hij... Ik hoop dat hij blijft. Ja. Ik hoop dat hij blijft. Nou Hugo, dan sluit ik me aan. Dan gooi ik zelfs nog in jouw voetballen. Dat is helemaal niet meer verantwoord. Maar... Nee. Ja, dan is de stap naar het walking football misschien weer ietsje makkelijker. En ben jij zo nog gewoon actief aan het voetballen? Of niet? Ik voetbal nog, ja. In de derde. Eigenlijk een aantal jaren al in de selectie gevoetbald. Altijd in het eerste. De verbale hoogte heb je jaren meegemaakt. Maar ik moet ook eerlijk erbij zeggen dat ik zeg maar een beetje een 50-50 speler was. Dus 50% spelen, 50% geblesseerd. Ja. En ik speelde vaak niet meer dan 14, 15 wedstrijden in het seizoen. En dat heeft... We hebben toen verbale was het tweede klasse, het hoogste niveau. Ja. We hebben toen de jaar daarna ook direct zijn we weer teruggedegradeerd, derde klasse. Mm-hmm. En toen heb ik nog 3 jaar in de selectie gevoetbald. En nou goed, ben in 2019 gevraagd om voorzitter, 2017 gevraagd om voorzitter te worden. Ja. En toen hebben we besloten om een stapje terug te doen en naar derde toe te gaan. Valt me wel weer op, een jonge voorzitter. Hè? Ja, ik kan me vroeger altijd herinneren dat oudere voorzitter, alle respect. Dat... Maar ja. Ook weer een jonge voorzitter. Ja, dat klopt. Wat je trouwens ook ziet, we hadden het net over toen Erkmisveen in de tweede klas speelde. Toen was er een tijdperk dat alle spelers liefst tot de 40ste in het eerste elftal wilden spelen. Ja. En nu zie je, dat zul je misschien in Baarle ook herkennen, dat juist ook de mensen rondom de 28ste, 30ste zeggen... Stop. Dat eerste elftal ben ik wel klaar mee, 2 keer in de week trainen. Ik ga nu voor lager voetballen. Ja. En dan moet je uiteindelijk, kijk Hugo, net het voorbeeld van het golf, dan moet je eigenlijk als club wel een aanbod hebben dat ook die doelgroep bij je club blijft. Maar Hugo blijft. Hugo blijft. Maar dat zie je, dat is wel een ontwikkeling dat echt die 40-jarige laatste mannen zeg maar, van vroeger, die zie je bijna niet meer. Nee. Dus we stoppen er eerder mee. Ja. Ja, je moet de kans krijgen. En bij ons was het, werd die weg geopend door het toenmalige bestuur. Mm-hmm. We hebben in 2015 een traject gestart met de KNVB. Omdat we op dat moment dachten van, we willen graag een stukje vooruit gaan kijken. We hebben een spiegel- en een droombijeenkomst gehouden toen. En er zijn wat kernwaarden en een DNA-profiel en een cultuur zeg maar uitgekomen. Ik denk ook opeens, denk ik nu, ik onderbreek je midden in de zin. Zeker. Maar ik merk ook dat die voorzitters van vroeger Frans, die gebruikten die taal volgens mij helemaal niet. Ingewikkelde taal. Of nee, het is denk ik allemaal wat moderner en wat vlotter. Ja. Ja. Maar ook denk ik een goede zaak. Een goede zaak. En ook mensen die er vaak wat meer tijd in willen steken. Ja. Jullie zijn nog niet lang niet klaar bij Baarle, heb ik de indruk, hè? Nee, zoals wij in Baarle zeggen, de kook is nog lang niet op. De kook is nog lang niet op. We gaan trouwens even kijken, want het is altijd leuk om bij voetbal een soort quizje te doen. En Paul van Boekel, scheidsrechter, die heeft de vorige keer een vraag gesteld waar de VAR gevestigd was. Jij wist het, Roy? Ik wist het, zeker. Frans weet het. Niet zeggen. Nee.
officieel? Waar de VAR gevestigd is? René? Tijdens het EK. Tijdens het EK. Of tijdens het EK? Ja, ja. Niet in Zeist dus, maar ergens anders. Nee, daar wilde ik als antwoord geven. Ja, ja. Nou, we gaan luisteren naar het antwoord. Nou, hopelijk was mijn vraag over de locatie van de videoscheidsrechters een beetje te doen voor jullie. En hebben jullie mooie punten gescoord. Het juiste antwoord moet zijn... Nyon. Waar ook het hoofdkantoor van de UEFA is gevestigd. De winnaar verschijnt onderaan in beeld. Van harte gefeliciteerd namens Oranje Zomer. Daar komt een nieuwe vraag aan van Ger van Roosmalen. Bekend, hè? Ja. In twee woorden samengevat. Hoe zou je hem samenvatten? Mr. VVV. Nee, niet zo bescheiden. Want nee, jij bent toch Mr. VVV? Nee, maar daar hebben we heel veel discussies over gehad. Nee, maar Ger is een echte Blerikse jongen. Die woont in de stad. Die is meer verweven met eigenlijk de stad Venlo. Ja. En daardoor wordt er ook eerder gezegd Mr. VVV. Ja. En hij heeft tenslotte één wedstrijd meer als mij. Toch staat op Wikipedia volgens mij hetzelfde aantal, hoor. Dan klopt Wikipedia niet. Nee. Nou, gaan we nog even na. Wij gaan naar de vraag van Mr. VVV. Ger van Roosmalen, want die heeft ook een vraag voor de kijkers en ook voor jullie hier. Ik ga zo meteen vragen of je dit weet. Zeg het niet voor, want dan moeten we het verklappen. Maar eerst Ger van Roosmalen. Beste kijkers, welkom. En we gaan beginnen in de aanloop naar het Europees kampioenschap met een quizvraag voor iedereen. De vraag luidt als volgt. Welke speler gaf de voorzet voor de wondergoal van Paco van Basten in de finale van 1988 tegen Rusland? Ja, en dat was de vraag van Ger van Roosmalen, wie de voorzet gaf van Marco van Basten in de finale van 1988. En die naam die viel hier al aan tafel. We moeten het niet hardop zeggen, Frans, want jij kent je klassiekers. Dus het is hier al bekend. Ik kijk naar gezichten. Het is bekend. Vrij ja. Eenvoudige vraag. Dit moet volgens mij lukken bij de kijkers. We gaan vooruitkijken naar Oostenrijk. Oostenrijk, onze nieuwe tegenstander morgen. Ja, hoe gaan we het morgen aanpakken? Wordt het weer een... jij stamt van de tijd van 4-3-3, toch, Frans? Ja. Gewoon, die backs kwamen op en weer terug naar de linksbuiten. Tegenwoordig is het veel ingewikkelder, hè? Tenminste, de backs worden heel belangrijk. Ja. Wat wordt de tactiek morgen? Ik denk dat je hetzelfde laat staan. Alleen wat mij opviel in die wedstrijd van Oostenrijk, dat is een beetje een knokploeg. Hè? En Arnautovic die erin kwam, die kun je beter op de bank hebben tegen Nederland. Want als je erin is, dan heeft hij toch rare fratsen. Hm. Dus ik denk dat Nederland het een hoog tempo de bal rond moet laten gaan. En dat je niet te veel in de duels komt met hun. Ja. Want dat ligt denk ik een deel van hun kracht. Ja. Dat is wel makkelijk gezegd en niet de duels in rond laten gaan. Ik heb ook vaak de indruk dat wordt dan heel veel breien bij Nederland. Hè. Hopen dat er ergens een gaatje gevonden wordt. Ik zie Oostenrijk inderdaad zich heel ver terugtrekken. Jules, zie je dat ook? Dat doen ze. Ik ga wel mee met wat Frans zegt. Hè. Als je aan de ene kant Arnautovic en je hebt Sabitzer dan aan de zijkant en je hebt Alaba. Als je die drie kunt ontmantelen en je zorgt dat je misschien wat teruggetrokken speelde vanuit, ik zou dan misschien wat meer snelheid gaan kiezen, want er ligt wel wat ruimte achter de laatste linie bij Oostenrijk. Dan zou ik meer vanuit die strategie gaan voetballen dan dat je pressie gaat voetballen en met 20 man op dezelfde helft gaat. Ja, maar dat wordt een probleem om dan dat doelpunt te forceren. Er moet gewoon dat doelpunt vallen in het begin. Nee, maar wat je ziet, kijk maar hoe het voetbal zich ontwikkelt. Het wordt steeds verdedigend. De mindere partij gaat gewoon voor de eigen 16 meter staan. Ja. Parkeren daar de bus. Ja. En dan moet je er maar... Kijk maar eens hoeveel wedstrijden de tweede helft beslist worden. De eerste helft houden die dat allemaal nog vol. Mm. Door te verdedigen, te verdedigen, te verdedigen. En uiteindelijk, je ziet het nu ook weer met Portugal, die dan zeg maar de tweede helft wel tot scoren komen. Maar je ziet ook een wedstrijd als Spanje-Zweden, waar Zweden het toch tegenhoudt en uiteindelijk zelf nog de beste kansen krijgt in de omschakeling. Mm, ja. Dus het voetbal ontwikkelt zich steeds meer die kant op. Ja. Is dat leuk? Nee, ik vind het minder leuk. Want... Maar toch vallen er best veel doelpunten. Vooral de tweede helft. Ja. Ja. Vooral de tweede helft. Want uiteindelijk houdt zeg maar, zo'n verdedigende ploeg, houdt dat uiteindelijk
toch niet 90 minuten vol. Dus daar valt altijd wel ergens een kansje. Ja. Maar aan de andere kant heb je dus ook dat dus de verdedigende ploeg, zie wat bij Finland gebeurt, die komen dan zeg maar 3-4 keer aan de goal bij de Denen en koppen er in. Ja. En misschien heeft dat natuurlijk ook te maken wat er van tevoren gebeurd is, dat de keeper anders was, noem maar wat. Maar ze komen dus één kansje en je bent gezien. Dus het ontwikkelt zich steeds meer die kant op. En dat is bij Nederland, wat me daar enorm opviel, wij maken 2-0 en wat doen we daarna? We gaan achteruit lopen. Dus eigenlijk laten we hun weer terugkomen in het spel. Terwijl je zegt, ja, voetbal nou gewoon weer door. Voetbal vooruit weer door. Dan maak je de derde. Ja. Nee, we laten ze komen. En daar moet dus nog wat gebeuren. Ja. En dat hele spel speelt zich dan af op 30 meter, geloof ik. Waar het hartstikke druk is. Dan heb je ook wel ergens gewoon een beetje een sterke kopper. Hebben we die in Nederland? Want als Luc de Jong erin komt, dan wint hij direct de kopduels. Waarom niet meteen dan iemand in het elftal die je ook hoog kan aanspelen? Nee, maar ja, goed, dan kun je met Weghorst ook, hè. Die kun je ook hoog aanspelen. Maar waar het dan vooral op aankomt, is creativiteit in de korte combinaties. En daar heb je dus zeg maar een Depay en zo'n types voor nodig. Frenkie de Jong, weet je, die zorgen dan voor de openingen. En daar vind ik dan bijvoorbeeld de laatste wedstrijd. Wijnaldum zal altijd in een kansrijke positie komen. Is sterk in de duels. Maar dat is niet iemand die met die bal moet gaan rennen. Dat denk ik, laat die dingen nou over aan de Jong. Want die ziet het dan makkelijker. Maar moet je kijken hoe vaak Wijnaldum balverlies heeft gehad in die wedstrijd. Met het rennen met de bal. Dus maar als Nederland ver wil komen, dan zullen toch de Jong en de Depay uiteindelijk het verschil moeten gaan maken. En niet de Roon en... Nee, precies. Die moeten daar precies. Hè? Ik denk dat er heel veel... Wat ik zei aan de creatievelingen, dat is dus Depay en de Jong, daar zal veel van afhangen. Ja. En er is natuurlijk de hoop dat er snel een doelpunt valt. Hè? Dat ook Oostenrijk een beetje uit de positie komt. Maar ja, de eerste wedstrijd winnen betekent toch met één been in de volgende ronde staan. Toch, René? Ja, en we hebben morgen een voordeel. Hè? Oostenrijk is een wintersportland. En morgen is het 31 graden, dus... Dat wordt twee vingers in de neus. Deze analyse had ik echt niet. Maar je staat natuurlijk al eigenlijk in de volgende ronde, toch? Maar het gaat erom, je wilt eerst in de pool worden. Is dat heel belangrijk? Omdat je dan een makkelijkere tegenstander hebt? Dat hoeft ook niet. Normaal niet wel. Maar als je morgen gewoon van Oostenrijk wint en dat gaat gewoon gebeuren, dan is er helemaal niks van aan. Ik zie Hugo nou achter mij denken, als je kampioen wil worden, moet je van iedereen winnen. Toch? Ja. Dus dat is toch, Jules? Ja, dus dat werkt toch niet dat je al gaat berekenen van tevoren. Ik moet de eerste worden en dan zou het makkelijker zijn. Ja, ik geloof, hoeveel deelnemers zijn er? 24? En dan gaan er, geloof ik, 18 of zo. 16 gaan er door. Dus. Moet het echt bond maken? Dat moet wel heel raar gaan. Dus het gaat er volgens mij veel meer om dat je uiteindelijk inderdaad die eerste in die pool wilt worden. Oké, maar we hebben ook kenners in Horst en de Maas, Peel en Maas, Bezel. En Venray. En dat zijn namelijk de wethouders. Die houden een EK-pool bij. Daar hou je niet van. Nee. Waarom niet? Omdat je daarvoor moet betalen, Frans? Of, ik heb op school een tientje gegeven wat ik niet mee hoef te doen. Oh, dat is zo. Ik weet trouwens dat ik nu op dit moment in de pool onderaan sta. Dat word ik regelmatig aan herinnerd door collega's. En wie staat nu bovenaan? Anget Mestrom. Meestal is het iemand die geen verstand van voetballen heeft. Hè? Klopt. Sorry, mevrouw Mestrom. Dan Annetiele uit Venray. Die staat op de tweede plek, 4 punten. Horst aan de Maas, Han Geurts, 3 punten op dit moment. En Bram Jacobs, de wethouder in Bezel, met 2 punten. Dat is even de tussenstand. En zij gaan nu eventjes vertellen wat ze van de komende wedstrijd vinden. Nederland-Oostenrijk. In de 89e minuut maken we toch nog de 1-0. En zitten we comfortabel in de groep. Daar gaat Nederland wel van winnen. Met 3-1. Net als bij de eerste wedstrijd hebben wij natuurlijk ook voor de andere wedstrijd een collegebesluit genomen over belangrijke zaken, zoals we dat altijd doen in de gemeente Horst en de Maas. Dit was een iets lastiger. We hebben daar uitgebreid met het college over gediscussieerd. Het is dus een stemming gekomen. De uitslag van de stemming, tenminste de stemverhoudingen, blijven natuurlijk binnen het college. Daar kan ik helaas niks over vertellen. Maar het uiteindelijke besluit van het college is dat de wedstrijd Nederland-Oostenrijk eindigt in 1-0. Ik voorspel dat de wedstrijd Nederland-Oostenrijk eindigt in een 1-2. Oftewel een overwinning voor Oostenrijk.
Tot zover de wethouders. En ik ben benieuwd of ze deze keer een goede voorspelling hebben gedaan. En wij gaan ook eventjes voorspellen hoe het eruit gaat zien. Nederland-Oostenrijk. Ik begin even met Jules. Wat wordt de uitslag, denk je? Ik denk dat we minimaal één doelpunt wel tegenkrijgen. Maar uiteindelijk 3-1 over de streep trekken. 3-1 ja. Winst. Ja. Kijk, overtuigend. Even nieuwsgierig, wie scoort? Weghorst. Weghorst? Jazeker. René? Makkelijke 3-0, twee keer Dumfries. Twee keer Dumfries? Ja, als die man een goede voorzetten gaat geven en gaat scoren, ja. Dan... En die van Oostenrijk die gaan gewoon smelten, hè? Want die, ja, die kunnen niet tegen deze temperaturen. Ja, Frans, voetbalkenner, liefhebber van alle pools. Nee, maar altijd... René die roept Dumfries omdat hij PSV-supporter is. Hè? Oh, dat is het? Dat zit ontzettend René, Dat wordt nu allemaal goed gemaakt door Dumfries. Ja, je moet erg pas klampen. 2-0. 2-0? Ja, twee keer Doelpunt. De paai. Twee keer de paai. Twee keer de paai. Dus de vorige keer liep het niet zo lekker, want dan had hij een 4, geloof ik, op zijn rapport staan. Maar deze keer ik denk het wel. Ja, twee keer de paai. Misschien dat er een penalty bij zit, maar dat is twee keer de paai. 2-0. 2-0. En tot slot, we zijn hier in de tuin van de Kaplanie, jouw thuishaven. Hè? De beweging. Ik wil niks zeggen over mijn poolkwaliteit overigens. Hè? Dit bedrijf is genoemd naar het nummer van Johan Cruijff. Eigenlijk zou dat 14 moeten zijn, maar jullie houden 9 aan. Toen Johan Cruijff bij Barcelona speelde, begon hij met rug nummer 9. Ja, maar toen hij 8 was, had hij misschien rug nummer 6, Roy. Nee, maar dat is echt zo. Ja. Dat weten weinig mensen, maar dat is echt zo. Nog eventjes de voorspelling. 2-1 van Nederland. 2-1. Ja, ik denk van Jules, een doelpuntje tegen, dat geloof ik wel in, maar 2-1 winnen we. Maar het scoreverloop? 0-1. We beginnen ons weer een beetje druk te maken. Ja. En dan voel ik dat we weer terugkomen 2-1. En dan staan we langzaam maar zeker... En wie is de matchwinner deze keer? Dumfries zegt René. Nee, Dumfries niet. Ik denk Depay. Depay. Depay wordt het meeste genoemd. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Dan gaan wij nu luisteren naar een band die hier via Popplaza komt optreden. En dat is Crest. To be blue, why isn't my heart meant for you? My hands lie to touch you, but I can barely breathe. Starry eyes that make me melt right in front of me. Lost in this world, song. And when lights go down, that is where I'll be found. This music's irresistible, and your voice makes my skin crawl. Innocent and pure, guess you've heard it all before. Mr. Inaccessible, will this ever change? One thing that remains the same, sure, still a picture in a frame. Lost in this world, even lost in this song. And when lights go down, that is where I'll be found. Found.
Dankjewel. Dank voor de gasten hier aan tafel. En natuurlijk ook dank Erwin en Fijn Hugo dat je nog een jaartje aan vastplakt. Hartstikke goed. Ik hoop dat de voorspellingen hier uitkomen. En dank voor het kijken thuis. En voor nu een hele fijne avond.